2014 was het zover. De eerste paal voor het nieuwe clubhuis van reddingsbrigade De Streek werd onder grote belangstelling, onder andere van de voorzitter Cas Boukens en wethouder sportzaken in de gemeente Stedenbroek, de grond ingeslagen. De reddingsbrigade De Streek zal binnenkort de nieuwe locatie kunnen betrekken. Beste mensen, allemaal proost op de bouw van de reddingsbrigade en de kanovereniging, hè? Op een voorspoedige bouw. Dankjewel. Gaat helemaal lukken. Vanmorgen zijn we begonnen met het heien van ons clubhuis. Eindelijk een wens die we al jaren hebben, gaat nu werkelijkheid worden. Het wordt een clubhuis voor de reddingsbrigade en de kanovereniging. Kanovereniging Poseidon en reddingsbrigade De Streek. Wij hebben zelf twee reddingsboten die we hier gaan stallen. En op de eerste verdieping krijgen we een theorieruimte voor onze lessen, EHBO-cursussen enzovoort. Het is een prachtige locatie. Het zit vlakbij het zwembad en dat was voor ons eigenlijk het belangrijkste. Want wij hebben natuurlijk, behalve dat we veel boten hebben, hebben we natuurlijk ook mensen die theorie krijgen. Dus theorie over andere locaties, over strand, over rivieren. En dat krijgen ze allemaal hier als les, krijgen ze dat. We hebben natuurlijk ook EBO-lessen, mond-to-mond beademing. En die lessen worden altijd gecombineerd met de zwemtrainingen die in het zwembad zijn. Dus de locatie was voor ons ontzettend belangrijk. En het is een fantastische plek, want het ligt hier aan het water, vlakbij het zwembad. En voor ons ook heel belangrijk, vlakbij uitvalswegen. We hebben een landelijke taak. Onze reddingsboten die worden gebruikt ook om hulp te bieden bij watersnood. En voor ons is het daarom ook belangrijk om, als er ergens waternood heerst of dreigt, dat we daar naartoe kunnen gaan. Dus het is ook belangrijk dat we dichtbij uitvalswegen zitten, zoals de provinciale weg hier, die we zo kunnen pakken richting Amsterdam of richting Lelystad of richting de Afsluitdijk. We hopen dat het met een maand of vier dat het klaar is. Daarna gaan we het inrichten en van de zomer gaan we lekker mee bezig. En aan het begin van het nieuwe sportseizoen, dan hopen we de opening te doen.